Mijn eerste race ging echt super goed. Eigenlijk vanuit het boekje. Stond heel ver voor en goede shifts te pakken en goede vlagen. Daar eindigde ik 1. De tweede race ging ook super goed, een 2'tje. En mijn laatste helaas een hele slechte. Ja, heel jammer. Baal ik nog steeds van. Ik denk dat het gewoon heel spannend gaat worden, deze medal race. Vorig jaar in Ares was het niet zo en hier in Dorpele is dat wel zo. Dus dat kan op zich ook wel leerzaam zijn. Mijn medal race is heel leuk, omdat ik heb een goede snelheid. Er zijn wat minder bords op de startlijn. Daardoor is de start ook iets makkelijker. Met je snelheid kan je al snel goed voorin liggen. Het wordt denk ik een race die ik gewoon heel goed moet varen. Eigenlijk moet winnen. En ja, ik denk dat ik dan kans maak op de wereldtitel.